kant van Cercle Brugge dus komen. Oetkoes van der Brugge en Minda in de ploeg. Geen Daland de Wilde. En Semedo en Misao en Shlomo. Heverlee Leuven. Ze zeker hier in het begin veel te slap mogen beginnen. Torsteinsson. Ik denk dat hij een hoop te dood smet. Meteen een kaart ging trekken, maar dat zou net iets te snel geweest zijn. Warlasson. Boris Popovic. Voeten. Hugo Sique. Boris Popovic. Oetkoes. Het spelen van Ravic, maar onderschept deze bal. Cercle wel. Met de balbezit op de helft van Oud-Heverlee Leuven. Dat is de situatie in het begin. Daar is meteen de 1-0. Het is Kevin Denke die op de juiste plaats staat. Wat een actie langs de zijkant van Ravic. Verrassend dat hij daar komt opduiken. Dat hadden ze niet verwacht bij Oud-Heverlee Leuven. Eerste keer vieren. Het is voor de spits zijn zesde van het seizoen. Denk je? Met 1-0. Dit was te makkelijk aan de kant van Oud-Heverlee Leuven. De manier waarop ze Ravic daar lieten voorzetten. Vlietink. Te weinig. Maar in die verdediging niet scherp genoeg. Kan eigenlijk ook wel gezegd worden van de man centraal. Nu wat Pletings. En dan heb je dit meteen 1-0. Mazis. Goeie bal hoor. Sique. Meteen met het hoofd. Toon is gezet in deze partij. Scherp begin van Cercle Brugge. Dat leek even ook wel het geval te zijn van Oud-Heverlee Leuven. Maar de manier waarop dat doelpunt dan tot stand kwam, dat was toch te makkelijk. Deze bal werd dus weggekopt door Sique. En dus krijgen we een hoekschop voor Oud-Heverlee Leuven. Torsteinsson, daar is de gelijkmaker. Het staat meteen 1-1. Nou, wat een begin van deze partij. Het is zowaar de debutant. Deze man uit Israël weet uiteraard waarom hij dat daar op deze manier gaat vieren. Alsof het op deze manier moest voor Raj Shlomo. We zien de ontwikkelingen uiteraard in zijn thuisland. Balverlies. Oh, daar is Nsingi. Nsingi gaat meteen trappen. En dan scheelt dat niet heel erg veel. Dankzij Torsteinsson meteen daar in het centrum. Boho heeft niet meteen gezien dat Minda daar buitenom kwam. Het was wel een optie geweest. En hier is Sique. Lopez da Silva. Ah, slimme bal van Lopez da Silva. En de bal tegen de paal. Van Kevin Denke, maar het is ook buitenspel. Kan gaat hier door. Het is inderdaad het geval. Het moment. Het was inderdaad buitenspel. Van de spits van Cercle Brugge. En dan dit moment. Hij beseft vooral zelf dat er misschien meer in zat. Opletten nu een Singi. En is er voorbij, Singi. Dat doet hij niet slecht klaarleggen, deze bal. Oeh, niet goed geraakt. Uiteindelijk door Mendil. Er zit wel iets in. Voor de troepen van Mark Brijs. Dit was op het randje, maar een Singi. Kijk, goed koes. Pletings. Onderschept. Ravic zet zich door. Is dat dan geen overtreding? Spelen maar, zegt Wim Smet, de voorzet. Opletten. En Shlomo nog net voor Chipien. Het is niet zijn kwaliteit. En daar op deze manier één tijd te spelen. Mendil. Ik snap de frustratie. Ik hoop dat misschien een Singi los zou kunnen zijn. Oei, Torsteinsson. Nee, dat deze Torsteinsson had dus het veld moeten verlaten. Kansuzi komt erin.
plaats dus van Thorsteinsson. Eerste wissel bij Oud-Heverlee-Leuven. Kijk nu naar deze vrije trap. Twijfelende Prevo. En dan heb je altijd een probleem. En dan heb je altijd een probleem. Want kijk, deze gaat erin. Prevo. Dan te twijfelen. En denk ik, die doet dat niet. En dus Leidster Club Brugge met 2-1 een doelpunt. Is dat toch een bittere pil om te slikken. Op het moment. Hier het hoofd. Prevo die twijfelt daar. De bal die blijft hangen. En denk ik, dat is een echte spits. Een goaltjesdief. Denk ik. Gaat snel. Boho. En Sieke. Denk ik. Sieke. Een wippertje. Gevaarlijke bal van Sieke. Prevo. Weer een stap naar voren. Dan wordt er hier gewezen langs alle kanten. Sterk van Misau. Mendel. In de zomerse in de achtervolging. Dat is echt wel tekenend voor Cercle Brugge. Dan Appel voor een doeltrap. Maar terecht de hoekschop voor Oud-Heverlee-Leuven. Nu met Mendel. Oplet Warlesson. Bal blijft hangen en dan gaat hij erin. Het staat zo waar. 2-2. Het is Bazouzi. Hier 2 tegen 2 van maakt. 44ste minuut. Wat gebeurt daar achterin bij Cercle Brugge? Warlesson maakt daar gebruik van. Het begon hier al toch even een moment van onoplettendheid. Daar bij Cercle Brugge. En inderdaad, Warlesson duwt die bal tegen Oetkoes. En Oetkoes, dat is een lichaamstaal. Dan spelen we nog altijd in die eerste helft. Straks nog een tweede helft. Dan ziet u het aantal doelpogingen. Het voordeel, dat wel. Van Cercle Brugge, 6 minuten. Moorder minstens bijgeteld hier. Somers sterk. Tegen Schrijvers. Thibaut Somers. Schrijvers geeft niet af, daar is de kans. En daar was bijna de 3-2. Maar Prevo. Op de juiste plaats. Moest niet al te veel doen. Stond er wel. Is nog niet afgelopen. Deze eerste helft. Ramt hem dan maar even over de zijlijn. Dit was die kans van daarnet. Somers. 6 minuten. Van bijna 2 minuten gepasseerd. Van der Brugge. Denk hij. Klaarlijk. Oh, oh. Dat scheelt niet veel. Een uitstekende combinatie. Een combinatie die we aan de kant van het Heverlee-Leuven nog niet al te veel gezien hebben. Op zoek naar Nsingi. Nsingi. Een overtreding krijgen, maar nee, dat was te weinig. Oordeelt ook Wim Smit, denk je. Wacht te lang, Van der Brugge. Dat is goed gezien door Van der Brugge. Daar komt Cercle. Denk je, maakt de opening. Deze bal hobbelt naast. Poging van Minda. Een goede loopactie. Dat is het ook van Kevin Denke. Dan komt Sieke. Minda. Poging van Boho. Maar die gaat ernaast. In deze eerste helft. Wat voor één. Opletten. Pletings heeft gestalte. Slomo kan koppen. Daar is die kopbal. Maar op het dak van de goal. Dus gaan we rusten. Isao. Knapt zich vast. Dan is dat toch opletten voor Oud-Heverlee-Leuven. De bal naar de buitenkant. Terugleggen op Boho. Boho. De bal die afwijkt. Dan is dat wel een hoekschop voor Cercle Brugge. Zich zo weg te laten duwen drukken door Cercle Brugge. Want kijk, daar zijn ze opnieuw. Boho. Naar Minda. Minda. Daar is de kans. De voorzet van Minda. Oh, bijna. De
3 tegen 2. Iets tussen een voorzet. Zet wil open zien. Die wil de bal gespeeld. Minda neemt hem mee. Prevo, die zat er nog heel even bij. Twee man voor zich uit. Dan wordt het lastig om die actie te maken. En dat zien we ook gebeuren inderdaad. Pletings, denk ik, kijk naar dat duel. Wout Pletings heeft er zijn handen vol mee. Krijgt van de fout tegen. Dat lijkt me streng. Wat Wim Smit betreft, dan ook een hele kaart vol. Bidding. En Singy. Van een Singy. En dan wordt hij wel uit evenwicht gebracht met zijn rechter. Dat had hij beter met die andere voet van hem gedaan. Dan was dat misschien niet gelukt, maar die plaats niet met die voet meenemen. Nu ondertussen houdt Evelyn Leuven. Oeh, wat een trap. Hoop zieke. Dat was Mendil, maar het is nog niet afgelopen. Mendil! En de save van Warleson. Sieke. Dan krijgt die bal tegen zijn lichaam. Dat is dan even gevuld. Timo Vlietink. Krijgt de bal terug. Xingtieng. Goeie beweging, goede actie. De voorzet nu misschien. Even moeite met de bal. Ligt hem dan klaar in één tijd. Is dat Mazis? Niet evident. Gevaarlijk. Bewees al dat hij een doelpunt kan maken. Xingtieng, moet opletten. Corvaren, de invaller Nazinho, daar is het Denke. Denke legt hem klaar. En als Somers wist dat het snel moet gaan. En dan probeerde hij het meteen. Thibaut Somers, daar waren ze op tijd teruggekeerd. Goed werk van invaller Nazinho. Denke, niet zelfzuchtig. Hij legt die bal klaar, maar het was allemaal niet. En dan moeten zijn dat ik het volging. Marichal. Dan is dit toch een overtreding inderdaad in het voordeel van Hannes van den Breuk. Sieke. Mendil. Nicolas Sieke is ondertussen gevuld, maar Mendil die mag verder spelen. Hij heeft nog wat overschot hoor, Mendel. Kijk naar deze actie. Nou probeert hij het zelf en is daar een save nodig van Warleson. Of moeten we zeggen, aan het einde. Nee, zover zijn we nog niet. Hij moet het toch aangeven dat hij... Mendel. Misao. Bonsuzi. Hij was wel wat weggezakt, maar helemaal weggezakt na die bal van Dom in zijn gezicht. Meer gezien. Was niet echt doortastend. De Wilde. Daland. Sieke. Denke. Nog Denke. Dat was geen kwijtbal. Denke gaat het opnieuw proberen. En dan gaat hij erin. En het staat 3-2 voor Cercle Brugge. 87ste minuut. En dan toch de bal gebroken. Cercle komt op 3-2. En ik vrees dat het over en out is op deze manier voor Oud-Heverlee-Leuven. Dit is wel een geweldige prestatie. De aanvaller, nog eens kijken, denk jij. Het inspelen, maar dan is hij het zelf die dan gaat doorlopen. Het was ook niet. De scherp verdedigen bij Oud-Heverlee-Leuven. Misao is de man die er zijn voet tegen zet, maar dan is er niemand die daar die bal oppikt bij de Leuvenaars. Deze man doet dat wel. Mazis. De hoekschop. Balletje dat verlengd wordt. Slim verlengd hoor. En Smit. Larsson heeft zich geblesseerd. Bos staat tegen de paal. Het is goed, bijna 101 daar bovenaan. Ik let, dat was het moment waarop Charleroi dacht, we maken nog een verschil, maar dat gaat hier niet meer gebeuren, want het verschil is al gemaakt. Met dank aan deze Kevin Denke, 3 doelpunten.